We gaan verder met de talkshow. De eerste ronde, de dynamiek tussen Rijk en regio is van deze eerste ronde het thema. En bij mij aan tafel zijn aangeschoven Martijn Groenleer, hoogleraar bestuurskunde hier aan de Tilburg University. Hans Momma's, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Net binnen, ja. Mooi op tijd. Ja, het is gelukt. Timing, hè? Ja. Het was even spannend, maar het is gelukt. Heel fijn. En Mark Hameleers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Die alles weet natuurlijk van de regio-deals en daar de hele coördinatie en aansturing op doet. Alle drie van harte welkom. Martijn, we gaan beginnen met een inleiding vanuit jou. Ik zou zeggen, ga je gang. Ja, dankjewel. Mij is gevraagd te pitchen, dus ik zal proberen het zo... veel mogelijk ook daadwerkelijk te pitchen. We hebben al veel gehoord over dat brede welvaartsbegrip. Hè, dus de verschuiving van BBP naar wat mensen van waarde vinden. Het werd al genoemd. Dat vergt allerlei soorten verdieping. Geografisch, economisch. Maar ik richt me hier vooral even op de implicaties voor beleid. En met name ja, governance. Hè, de besturing ervan. En met name dan even, want daarvoor zitten we hier nu even. De relatie Rijk-regio of regio-rijk. Misschien beter. En wat voor soort arrangementen zijn er nou voor nodig en om uiteindelijk ook die brede welvaart in de regio te realiseren? Wat mij betreft begint het met overeenstemming tussen Rijk en regio, of Rijk en regio's. En Rijk is dan niet alleen het ministerie van LNV of BZK, maar juist ook andere ministeries. Over brede kaderdoelen, dat is net ook al gezegd door Pieter van Geel. En die komen niet zelden voort, ook uit allerlei internationale afspraken of Europese afspraken. Dus wat willen we met elkaar bereiken? Misschien wel die agenda waar de rector het over had. Welke effecten willen we nu precies realiseren? Duidelijke afspraken daarover. Met daaraan gekoppeld ook, en dat is een beetje het terrein van mijn collega aan de rechterzijde, ook duidelijke systemen voor hoe je dat dan monitort. Hoe weet je dan of je met elkaar effect realiseert? En daarvoor is onderzoek nodig, dat koppel ik er meteen maar even aan. Want dat weten we nog niet zo goed. En daarom was BBP en is BBP nog steeds zo populair, omdat dat is makkelijk meetbaar. Nou, dat is het eerste, denk ik. Dus duidelijke afspraken, maar daaraan gekoppeld ook systemen voor monitoring. Nationaal, regionaal, maar ook naar andere niveaus. Vervolgens ruimte voor de regio om invulling te geven aan die afspraken, die brede kaderdoelen. Gegeven ook allerlei specifieke regionale kenmerken. Nou, er werd al gezegd iets over deze regio, die toch anders is dan andere regio's. Nou, zo geldt dat voor alle regio's in Nederland en elders. Dus gegeven specifieke kenmerken, uitdagingen, ruimte voor de regio om te variëren, te differentiëren in de oplossingen, maar ook in hoe de aanpak georganiseerd wordt. Dus een zekere mate van vrijheid, ook om te experimenteren. Vooral ook omdat we voor veel van de opgaven waarvoor we staan, heel veel transitieopgaven, daar liggen de oplossingen niet voor op de plank. Tegelijkertijd wel ook de verplichting aan die regio's om regelmatig ook elkaar, andere regio's, het Rijk en binnen die regio's, partijen die daarbij betrokken zijn, van regelmatige updates te voorzien over hoe ze dat nou doen. Wat zijn nou korte termijn resultaten, zien we al ontwikkeling richting lange termijn resultaten. Maar ook, wat hebben we geleerd? Waarom werkt iets? Waarom werkt iets niet of minder? Ook dat type resultaten. Dus die ruimte voor de regio, die betekent niet vrijblijvendheid, maar dat is ook een belangrijke verantwoordelijkheid om gebruikmakend van die regio iets te rapporteren over voortgang. En als er geen of onvoldoende voortgang wordt geboekt, dan zou je elkaar daarop kunnen aanspreken. Hè, als regio's onderling, binnen regio's, tussen Rijk en regio. En dan zou je ook aanpassingen moeten maken. En dat is ook wel iets, en daar zal Mark Hameleers denk ik zoiets over zeggen, wat ook in die regio-deals ook al gebeurt. Aanpassingen maken, andere partijen betrekken, andere acties bedenken. Tot slot, ik kom tot de afronding. Heb je ook, we zijn even ingezoomd, moet je ook kijken naar hoe werkt het hele systeem. Moet je ook periodiek ook evalueren van werkt dat? Die brede kaderdoelen die we hebben gesteld, zijn dat nou de juiste doelen, de afspraken die we hebben gemaakt? Gezien de resultaten die dat oplevert, moeten we misschien iets anders doen. Daar spelen de departementen weer een belangrijke rol op systeemniveau, die er overkoepelend naar moeten kijken, juist ook sommige afwegingen moeten maken, waar het die welvaartseffecten betreft, die misschien net iets anders uit kunnen pakken dan
verwacht, of voor de ene regio anders dan de andere regio. Daar is een belangrijke rol voor het Rijk weer, denk ik. Uiteindelijk vergt dit aan alle kanten, maar binnen Rijk, bij het Rijk, binnen de regio's, vergt het ook een zekere mate van leiderschap, regionaal leiderschap. En dat zit hem niet alleen bij degene die formeel die positie hebben, maar juist ook bij degene die op allerlei andere niveaus uitvoering geven aan beleid om die brede welvaart te realiseren. Dankjewel voor deze inleiding. Misschien even de eerste reactie van jou, Mark. Ja, nou, wat ik denk ik heel mooi vind wat Martijn zegt is, als het gaat om brede welvaart in de regio, hè, ja. En dat is eigenlijk wat we ook willen, hè. Wat werd net aan de tafel ook gezegd, de regio is het goede niveau om dat soort dingen uit te testen. Is dat Martijn ook heel nadrukkelijk wijst op het experimenteren. Hè? Ja. Dus het punt van geef ruimte aan de regio en geef dan ook ruimte aan het kunnen leren. Dus het fouten maken en het ook met elkaar over hebben. Ja. Ik vind dat een heel belangrijke. Ook omdat het hele kader van de brede welvaart is nog relatief nieuw. Hè? En het dan zeg maar in de regio's gaan uitvogelen hoe het moet, dat is ook heel spannend. Ja. En dan zul je ook zien dat, ja, het is niet one size fits all. Mm-hmm. De regio's in Nederland, hoe klein het land ook is, zijn verschillend. Hè? Ja. Dus, en dat vergt ook een beetje aan de kant zeg maar, van de staat, van het Rijk, ook het geven van ruimte. Hè? Mm-hmm. Dus dat je inderdaad realiseert van, laten we eens even kijken van, wat is er nou aan de hand in die regio? Wat speelt daar? Wat is nodig? Ja. Wat zou je daarop kunnen inzetten? En hoe kunnen wij daar dan aan meedoen? Ja, heel goed. Hans, het experiment, is dat ook al iets wat in het buitenland misschien meer bekend is, waar het planbureau gebruik van kan maken? Of in hoeverre is het experiment ook lastig? Maakt het lastig om die monitoring op een goede manier in te richten? Het is helemaal geen experiment. Nee? Nee, volgens mij zijn we daar al een hele tijd mee bezig. Mm-hmm. Ik heb ooit het plezier gehad om hier directeur te mogen zijn van Telos. En volgens mij ligt daar een hele lange traditie van nadenken over triple P-achtige monitoring- en evaluatiesystemen die dienstbaar zijn aan het beleid. Er ligt een enorme mooie traditie in Brabant van de manier waarop integraal kennisperspectief aan de ene kant en integraal beleid zich tot elkaar verhouden. Ja. En ik ben ontzettend blij dat wat ik zag de heer Grashof zo meteen net in het panel zitten, dat de Tweede Kamer eigenlijk op landelijk niveau die lijn heeft opgepakt om te zeggen, jongens, we willen eigenlijk als Tweede Kamer, want we houden ons steeds tot sectorale dossiers, dan hebben we het over economie, dan hebben we de begroting landbouw in de Tweede Kamer enzovoort. We willen een keer het overview hebben. Ja. Verantwoordingsdag. Nou, daar is de monitor brede welvaart uit voortgekomen van het CBS. Maar die monitor brede welvaart kijkt terug. Ja. En als we iets met brede welvaart moeten doen, dan is het dat het echt hard moet worden in het beleid. Mm-hmm. Dus het moet geborgd worden in het beleid. Als dat blijft het een mooie grote grijze roze wolk, hè, die ergens boven is. Nee, het moet echt geborgd worden in het beleid. Dus naast zeg maar even de monitor brede welvaart landelijk, hebben we in die studiegroep begrotingsruimte, hè, een groep topambtenaren die voor het nieuwe kabinet met elkaar spreekt over, ja, wat willen we het nieuwe kabinet meegeven aan begrotingskaders. Is in die studiegroep begrotingsruimte, ook op verzoek van de Tweede Kamer, ere wie ere toekomt, is die studiegroep verbreed. Wij als directeuren planbureaus, CPB zit er altijd van oudsher al aan, samen met de president van de Nederlandse Bank. Het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal Cultureel Planbureau, is aangesloten bij de studiegroep begrotingsruimte. Waarom? Omdat als je dit serieus wil gaan borgen in het beleid, dan moet je ook in je begrotingsbeslissing dat brede welvaartsperspectief gaan meenemen. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk dat je in je begrotingsbeslissing een soort van eerste orde perspectief en een tweede orde perspectief inbouwt. Ja. Het eerste orde perspectief zijn je sectorale agenda's. Hè? We moeten iets aan klimaat doen, we moeten iets aan de energietransitie doen. Ik was wat te laat omdat ik met de ministerraad even moest spreken over stikstof. Ja. Daar moeten we ook nog wat aan doen. Dus we hebben een aantal sectorale agenda's. Maar we komen er met die sectorale agenda's niet als we die stuk voor stuk los van elkaar gaan oplossen. Nee. Die hebben allerlei relaties met elkaar. Stikstof heeft allerlei relaties met klimaat, heeft allerlei relaties met werkgelegenheid enzovoort. En die in tweede orde integraliteit, ja, die moet je ook ergens borgen. Mm-hmm. En wat we nou gaan doen, is eigenlijk dat we die via die studiegroep begrotingsruimte hebben dat ingebracht bij de begrotingsbeslissing. Daar zal het geborgd moeten worden, integraliteit. Alleen moet ook regionaal geborgd worden. Dus ook regionaal zul je enerzijds een monitoring systeem moeten hebben wat terugkijkt. Waar staan we nou in brede welvaart? Ja. Anderzijds moet je een soort van perspectief vooruit hebben, van wat staat ons nog te doen? Mm-hmm.
En hoe gaan we dat beleid nou zo inrichten dat die sectorale agenda's op een goede manier in elkaar grijpen? Ja. Dus nadenken over stikstofopgaven, ja. Nadenken over natuuropgaven, nadenken over landbouw enzovoort enzovoort. Martijn, is dit de borging die Hans beschrijft? Is dat ook de overeenstemming waar jij eigenlijk je pitch mee begon? Deels denk ik. Hè. Dit is dus sectoraal integraal. Maar ik denk dat het ook dus rijk regio is. Dat is denk ik daar in aanvulling op. Dus op meerdere beleidsterreinen in samenhang met elkaar brengen en meerdere beleidsniveaus met elkaar in samenhang brengen. En dat is voor een deel een gelijktijdig spel, denk ik. En daar, dat was het deel van het experimenteren. Daar is voor monitoring, denk ik, al veel geëxperimenteerd en geleerd. En daar kunnen we heel mooi op voortbouwen. Pontelos hebben daar heel veel ervaring. Ik denk dat voor de relatie, en daar, als ik me daar even op richt, tussen het Rijk, de departementen, de regio's, dat daar in het kader van allerlei initiatieven zoals de regio-deals, maar ook de RES'en, de regionale energiestrategieën, daar komen we later nog over te spreken, denk ik, dat daar ook vooral heel goed wordt geëxperimenteerd op dit moment. En lessen worden geleerd, inzichten worden opgedaan aan beide kanten. En niet alleen aan de kant van de regio, misschien juist wel aan de kant van het Rijk, van hoe verhouden we ons nu, of zouden we ons het beste kunnen verhouden tot de regio? Hoe zorgen we ervoor dat dat we die kracht van de regio zo optimaal mogelijk benutten? Tegelijkertijd wel ook, en dat is dat systeemperspectief, we zijn wel als Rijk verantwoordelijk voor het hele systeem, voor al die regio's. Ja. Het ook afwegingen maken op enig moment. Op enig moment moeten ook keuzes worden gemaakt die wellicht op sommige, voor sommige regio's of binnen sommige regio's ook pijn kunnen doen. Hè? Daar moet je ook eerlijk over zijn. Ja. Mark, we hebben het instrument van die regio-deals. Is dat voldoende om het samenspel tussen de regio's en het Rijk op een goede manier in te richten? Dekt dat hem? Ja, kijk, die regio-deals, dat zijn eigenlijk gewoon een vehikel. Het is een manier waarop Rijk en regio samenwerken aan brede welvaart. Maar er zijn ook andere samenwerkingsverbanden tussen Rijk en regio te benoemen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het interessante bij de regio-deals toch is dat het Rijk zich bij spreken wat volgend heeft opgesteld in de richting van de regio. En dat is wel een verschil met andere samenwerkingsverbanden. Dat is ook zeg maar het leren waar Martijn het net over had. Ja. Dus wat dat betreft, het is zeg maar iets waarvan wij merken als we met bestuurders praten in het land. Dat hebben we gedaan van, nou, wat vinden jullie hier nou van? Ik vind het wel een hele plezierige manier. Mm-hmm. Omdat het ook in de regio de regionale bestuurders uitdaagt om te zeggen wat van belang is. Ja. Een beetje ook het punt van Hans op nationaal niveau. Als je kijkt, want voor mij plaats je een hele goede punt in de tijd waarbij je zegt van het monitoren, daar zijn we goed mee bezig. Ja. Probeer ook dingen zeg maar uit te vogelen. Maar als je zeg maar vooruit zou willen plannen en terug zou willen koppelen, dat is beren lastig. Ja. Dat is lastig op rijksniveau, op nationaal niveau. Daar hebben we de planbureaus bij nodig. Maar op regionaal niveau speelt dat ook. En ik denk dat de wisselwerking in die regio-deals erop gericht is dat we daar dus leren, een regio als zeg maar deze, Tilburg, we hebben een regio-deal met Tilburg en Breda, midden West-Brabant. Ja, dan is het voor ons interessant om te zien hoe lossen zij dat op en wat kunnen wij daarvan leren. / als de regio iets nodig heeft wat het Rijk kan leveren, kunnen we dat leveren. Ja, ja, ja. Hans, de koppeling met de werkplaats. Als je zegt, het is geen experiment. We weten het eigenlijk best wel. Hoe kijk je dan tegen die werkplaats aan? Ja, nee, dat gaat over het verder robuust maken van het perspectief. Ja. Dus voor mij is het geen vraag meer of die brede welvaart er gaat komen, ja of nee. Er is alom behoefte aan een integrerend perspectief. Ja. Omdat we nogmaals, die grote transities gaan we niet stuk voor stuk realiseren. Gaat ons niet lukken. Nee. Dus we moeten integratie hebben. Mm-hmm. Nou, wat zijn nu integrerende kaders? Nou, brede welvaart is zo'n integrerend kader. Ja. Alleen zul je het wel robuust moeten maken. Dat betekent dus dat je enerzijds zeg maar even het grote brede kader hebt, zeg maar even de roze wolk van brede welvaart. Mm-hmm. Maar je moet die gaan vertalen naar specifieke regio's. Wat zijn dan hier concrete welvaartstekorten? En daar zul je dus keuzes over moeten maken. Hè? Van wat vinden wij nu hier een concreet welvaartsperspectief? Ja.
Dat kan gaan over het totaal van brede welvaart in de regio, in vergelijking met andere regio's. Dat kan gaan over de verdeling van brede welvaart onder je bevolkingsgroepen. Mm-hmm. Dat kan gaan over brede welvaart in relatie tot verschillende dossiers. Hè. Dus je moet hem dan wel operationeel maken in de beleidskeuzes die je maakt met elkaar. Ja. Dat hoeft niet elk jaar te zijn. Maar als je het alleen maar meeneemt aan het begin van zeg maar, je bestuursakkoorden. Als er weer een nieuw provinciebestuur gekozen moet worden. Als er weer een nieuw gemeentebestuur gekozen moet worden. Rond de tafel zitten kijken waar staan we nou in brede welvaart. En hoe verhoudt zich dat nou tot de concrete opgaves. Energietransitie, stikstof, noem maar op. Waar we mee te maken hebben. Ja. Dat is ook wat wij hebben geleerd uit die regio-deals. Want we zijn als PBL ook betrokken geweest bij de evaluatie daarvan. Mm-hmm. Komen we binnenkort met een mooie notitie daarover uit. Ja. Wat hebben we daar nou geleerd? En het grootste leerpunt is dus A, dat het inderdaad wenselijk is dat brede welvaart er is. Omdat het juist het perspectief verbreedt. En je schuifruimte het nadenken over beleid ook mooi richting geeft. Maar B, dat het ontzettend nodig is om het te borgen en te verbijzonderen. In het beleid. Ja. Dus dat je echt ook je keuzes gaat maken in termen van het kader van brede welvaart. Ja. En dat is bedoel ik dus met achteruitkijken, monitoren aan de ene kant, maar ook als sturend instrument voor beleidsontwikkeling mm-hmm. aan de voorkant naar de toekomst toe meenemen. Ja. Ja. En nogmaals, ik wil alweer, en ik denk dat het inderdaad zo'n werkplaats zoals hier gebeurt, want de component waar we het niet over gehad hebben, is de kenniscomponent decentraal. Mm-hmm. Er komen veel taken op regio's af. En dat hebben we in het sociaal domein, de decentralisatie in het sociaal domein, ook meegemaakt. Hè? Ja. We zijn heel snel in staat om te decentraliseren, maar we denken niet na over de consequenties. En dat heeft een financiële component natuurlijk, maar even belangrijk nog is de kenniscomponent. Mm-hmm. Zodat je niet overvallen wordt in de regio over, jezus, nog aan toe, wat nu? Ja. Dus het gaat er ook om dat er een stevige kennisinfrastructuur wordt opgebouwd, regionaal, provinciaal, gemeentelijk, om mm-hmm. daarmee om te gaan. Ja. Nou, Brabant mag zich rijk rekenen met het feit dat hier zo'n kennisinfrastructuur bestaat. Mm-hmm. Weet je? Dus nou, houd die dan ook in stand. Er zijn nog een heleboel provincies waar het niet zo is. Nee. Dus Overijssel is er eentje die vooraan loopt. Ik weet dat Friesland ook vooraan loopt. Brabant loopt vooraan. Als het gaat over experimenteren en, mm-hmm. en de werkplaats, zou ik zeggen, niet alleen zeg maar, hier intern Brabants kijken met die werkplaats. Nee. Maar ga nou gewoon je kennis ook vergelijken met wat er in die andere provincies gebeurt. Ja. En dan verrijken we elkaar in de manier waarop. Want wat ik zo frappant vind, is dat mm-hmm. er steeds vanuit die provinciale werkplaatsen gekeken wordt naar Den Haag. Een aantal verzoekers bij ons. Want hij ga ons helpen, kom ons helpen. En jongens, kijk naar elkaar. Ja. Je moet niet alleen verticaal kijken, je moet vooral ook horizontaal kijken en van elkaar leren. Ja. Nou, dat is volgens mij een aspect wat inderdaad in die werkplaats ook zou kunnen worden uitgebouwd. Ja, mooi. Mooie opmerking voor de laatste ronde. Ja. Nou, ik zie wel gebeuren wat Hans beschrijft in de zin van het toekomstperspectief is er voor een deel al. Ja. Ik zit niet bij het PBL, dus ik kan niet de interactie met het PBL zien. Maar ik weet wel dat Hans daar zeg maar, erg bij betrokken is. Maar ik zie ook tegelijkertijd dat de zeg maar, provinciale of decentrale planbureaus of de werkplaatsen met elkaar aan het praten zijn. Met name op het thema brede welvaart, daar hebben ze elkaar aan gevonden. Ja. Dus zeg maar, die samenwerking is heel belangrijk. Je hebt bijvoorbeeld ook nog de steden, hè, dus bijvoorbeeld Amsterdam, die zeg maar, ook heel specifiek een eigen brede welvaartsindicator heeft ontwikkeld in samenwerking met Kate Raworth van de donut-economie. Dus er zijn, en dat is denk ik voor ons, zeg maar, even de nationale jongens, heel fijn dat er zeg maar, gewoon in het land zoveel initiatieven zijn die zich met elkaar verbinden. Ja. En waar wij ons ook graag tot verhouden, maar dan als partner. Ja. Ja, als we dat met elkaar kunnen bewerkstelligen, dat zou echt heel fijn zijn. Oké, okay. Tot slot. Wensbeeld voor de werkplaats. Ik zie heel veel ruimte en mogelijkheden voor de werkplaats. Ja. We hebben een aantal geïdentificeerd, voortbouwend op wat we al doen. Hè. We proberen ook in samenwerking met PBL en LNV in het regio deal lab wat we organiseren, dat leren te stimuleren. En dat zien we gebeuren. Ja. Maar we zien ook dat daar behoefte is aan input van mensen die kritische, constructieve vragen stellen over hoe dat dan allemaal precies in de praktijk wordt gebracht. En die ook samenwerken, samen helpen om antwoorden te formuleren. Dus ik zie daar heel veel mogelijkheden voor de academische werkplaats. Ja, heel goed. Heel veel dank voor het aanschuiven hier aan tafel en het delen van jullie perspectief op die dynamiek tussen Rijk en regio. Goede punten benoemd. Ga ermee aan de slag. Dank u wel.